Mies Verdijsseldonk uit Asten vierde op zondag 26 juni haar 100ste verjaardag. Op vrijdag 24 juni kwam burgemeester Beenakker de eeuweling alvast feliciteren. Mevrouw Verdijsseldonk heeft de burgemeester op bezoek gehad. Ja. Hoe was dat? Prima. Waar heb je het allemaal over gehad? Ja, over vroeger en... Je bent 100 geworden, hè? Of je wordt 100. Hoe word je 100? Hard werken en... Dat is het allerbeste. En, en opgeruimd leven. Ja, want daar ben je wel, hè? Ja, maar daar ben ik wel. Een vinnig vrouwke. Als we even door Mies Verdijsseldonk haar leven lopen. Je bent geboren in 1911, waar ergens? Ja. Waar? Waar? Waar ben je geboren? Geboren in Asten. Ja. Waar ergens? Op de markt in Asten. En hoeveel kinderen had je toen? Ja, hoeveel waren er toen nog? Acht. Acht, hè. Ja. En toen je klein was, ben je hier naar school gegaan? Nee. Ja, gewoon in Asten, hè. En daarna? Kleuterschool. Ja, en toen de basisschool in Asten. Ja, en van daaruit ben ik naar de kostschool gegaan in Veghel. Ja. En daarna? Ja. Daarna? En daarna... Ja, eerst een jaar in Nistelrode, als onderwijzeres dan. Ja. Ja. En toen, hoe was het maar? Maar één trimester in Mariaheide. Ja. En toen weer een jaar in Nistelrode, maar ik was iedere keer de laatste aangestelde, dus daar moest ik weg. En toen ben ik in Uden gekomen. Van Nistelrode weer in Uden. En van Uden ben ik naar Zomereind. Ja. Kennen ze u als juffrouw Verdijsseldonk? Even zeggen? Daar bent u nog steeds juffrouw Verdijsseldonk? Ja, ja. Ja. En was toen bij de zusters, hè? In de oude Mariaschool, zeg maar. Ja, de oude Mariaschool. Want toen was dat nog niet gemengd, hè? Dat is later gemengd geworden. Ja. En hoe lang heeft u daar gewerkt? Ja, eens kijken wat ik denk. Ja, op die school ben ik 40 jaar geweest. Ja. En bent u met 65 jaar bent u eruit gestapt? Ja. Dan bent u met 65 jaar met pensioen geweest? Ja, dan ben ik tot 65 jaar gebleven. Ja. En daarna? Ja, thuis. Ben ik maar thuis gebleven. Heb ik mijn moeder en nog een broer verzorgd. Toen die ziek waren. Doet u alles zelf? Ja. Nee, ik heb... Ja, hulp bedoelt u? Ja. Nee, hulp heb ik natuurlijk een halve dag in de week. Dus, ja. Dat is nog niks, hè, voor iemand van 100? Ja, nee. Nee, ik doe zelf nog veel koken en... Boodschappen doen ook? En boodschappen doen. Ja, en wat nog meer, dat zal ik maar niet vertellen, hoor. Zondag is het feest, hè? Beloven ze toch niet. Maar u bent nog bij de hand, u weet alles nog... Ja. Televisie bijhouden, krant lezen. Nog, hè? En veel lezen. Ja, ik ben nog. Ja. Ja. Ik zie dat u geen bril draagt. Dat is wel heel bijzonder voor iemand van. Ja, volgens de dokter heb ik geen enkele kwaal. Ben ik kerngezond, zei ze. Dus ja, wat wil er nog meer? Dus je wordt nog veel ouder. Ja, en ik slik helemaal niks. Dus, ja. Ik heb auto gereden tot mijn 98ste. En toen ben ik opgehouden. En ik had net een maand van tevoren een nieuw rijbewijs gekregen. Voor 5 jaar. Dus u heeft hem nog? Nou, nog auto rijden. Ja, dat is wel heel apart, hè? Deze is 3 jaar geldig. Ja, ik mag tot 2013 nog auto rijden. Maar je zult het niet meer doen? Nee, want ik heb hem weggedaan. Dat is wel heel apart, hè? Want er zijn niet veel mensen van die leeftijd die auto rijden. Nee. Ik denk misschien wel niemand. Nee. Nou, of we maakten er nog hele afstanden, hoor. Ja? Ja. Het laatste ben ik toch naar Duitsland geweest met een auto. En het verkeer is toch wel toegenomen, hè? Het is druk in het worden. Ja. Wat zijn uw hobby's? Wat doet u nog verder behalve lezen? Wat doet u nog verder behalve lezen? Lezen en... Oh ja, een kaart. Kaarten, ja. Kaarten.
en lezen. Dat zijn eigenlijk mijn hobby's. En rummikuppen. En buurten. En belletjes. Buurten. Ja, buurten ook al, ja. Ja. Nou, familie op bezoek, die komen regelmatig? Ja, die komen regelmatig. Ja? Ja. Ja. Elke zondag heb je vast bezoek? Ja, vast bezoek. Ja. Zondag weer, zondag is feest, hè? Wat kijk je er tegenop? Of zondags? Ja. Nee, daar kijk ik niet tegen. Nee, maar tegen het feest? Het feest. Oh ja, daar kijk ik tegenop. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Ik wil niet graag in de belangstelling staan. Dan moet er vooral 100 worden. Ja. Dan moet er 100 worden. Nee, zie ik echt tegenop.